Vandaag speel ik Minecraft en moet ik zien te overleven, maar daarvoor heb ik dus armor nodig. Alleen is er één klein probleempje, want ik heb net van al mijn hout crafting tables gemaakt. En was het nou maar zo dat je van crafting tables ook armor kon maken? Wacht, wat? Dit is Minecraft, maar je kan armor maken van elk soort blok. In deze video heb ik iets speciaals gedaan waardoor ik letterlijk van elk blok armor kan maken. En sommige armor setjes hebben zelfs geheime superkrachten zoals je kan zien. En doe zeker dat duimpje omhoog op de video, want dan krijg jij ook superkrachten. En ja, vergeet ook zeker niet om te abonneren, want ik ga meer van dit soort Minecraft video's maken voor jullie. Daar staan we dan in ons stadje met onze crafting tables. Ik heb net al mijn hout verspild aan crafting tables. Was het nou maar zo dat we hier ook armor van konden maken? Wacht, wat? Het kan gewoon! We hebben gewoon een crafting chestplate. Oh my god, dan gaan we er ook een helmpje van maken. Oh my god. Kijk nou, we hebben gewoon de helft van ons armor is gewoon gemaakt van crafting tables. Vandaag heb ik speciale dingen in deze wereld gezet voor jullie, waardoor ik letterlijk armor kan maken van elk blok. En ja, ik meen het echt, elk blok. De vorige keer hadden we namelijk het van TNT gemaakt en zelfs van dirt. Maar deze keer wordt het alleen maar gekker. Laten we maar wat meer hout gaan verzamelen, zodat we natuurlijk het armor setje af kunnen maken. En ik zie hier een mooi boompje. Laten we die meteen gaan hakken, zodat we hier wat planks van kunnen maken. Want dan kunnen we er natuurlijk gewoon crafting tables van gaan maken. En dan kunnen we het armor setje afmaken. Koe, jij mag er ook uit. Ik zou zeggen, geniet van je vrijheid. Laten we van deze oak logs maar mooie planks gaan... Niet waar. We hebben letterlijk mega veel planks. Komt dat door de armor? Oh my god, dat komt letterlijk door de crafting armor die we aan hebben. Dat meen je niet. Ja, dat komt... Oh my god. Oké, we moeten even de armor uitdoen. Kijken of het dan ook nog zo is. Laten we een crafting table meenemen. Ik wil weten of het aan de armor ligt dat we zoveel spullen krijgen. Oké, we hebben de armor nu uit. We moeten een broekje maken. Een crafting legging hebben we nu. We hebben een helmpje. Dan moeten we alleen nog schoentjes hebben. Oké, schoentjes. En we krijgen er niet meer van. Huh? Maar als we nu het armor setje aandoen. En dan doen we... Wat gaan we maken? Sticks bijvoorbeeld? Oh my god. Mijn Minecraft crasht gewoon. Oké, jongens, we hebben een probleempje. Zoals je kan zien loop ik mega hard vast. Oké, wat kunnen we hier aan doen? Dit moet eigenlijk allemaal eventjes weg. Oké, laten we het maar even weghalen. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Dat gaat wel even duren. Oké, de lek is weg. Ik heb heel veel spullen in die diepe put gegooid daar. We hebben nog heel wat sticks nog extra. Oké, we zien er nog steeds wat liggen. Maar oké, we kunnen tenminste weer spelen. Oké, dit crafting armor setje van de crafting tables gemaakt natuurlijk. Daarmee moeten we wel een beetje oppassen. Want die laat heel veel dingen lekken. Dus laten we niet zomaar dingen gaan maken. Ik ben trouwens heel benieuwd of we ook van steen een armor setje kunnen maken. Dus wat we even doen, hakken denk ik gewoon een stuk van een huisje. Ik bedoel, oh, daar liggen allemaal dingen. Laten we gewoon hier de fontein anders gaan hakken. Dan nemen we dit allemaal mee van deze wensput hier. Sorry voor het lenen, maar we willen testen of we natuurlijk ook van steen een armor setje kunnen maken. En ja, het crafting table setje. Ik denk dat we die maar een beetje achterwege laten. Want ja, het is leuk, maar het zou niet zo leuk zijn als mijn Minecraft wereld daadwerkelijk gewoon gaat vastlopen en crasht. Want dan kan ik nooit meer Minecraft spelen. Oké, we hebben al 18 steen. En volgens mij hebben we voor een volledig setje 27 steen nodig. Even kijken, we hebben er nu 22. Oké, even kijken, we hebben er 30. We moeten ervoor zorgen dat het crafting table setje weg is. Oké, die is uit. En dan gaan we als eerst een chestplate maken. Werkt dat? Ja, maar hij lijkt heel erg op die andere. We hebben ook een stone legging. Nou, dan doen we die even zo. En dan moeten we natuurlijk nog een helmpje hebben. Dus deze twee eventjes weg. Een helm. En deze weg. En nog schoentjes. Oké, kom op. Schoentjes. Ja. Oké, dan lopen we even hier naartoe. En dan gaan we het nu dragen. En even kijken hoe het eruit ziet. Oh my god. Als je het draagt, ziet het er wel echt zo uit. Kijk nou. We hebben gewoon een hele stenen setje. Het ziet er zo raar uit. En ik denk, het enige wat het doet, is denk ik dat ik daardoor zwaarder word. Dus dat ik bijvoorbeeld dieper zou zinken. Als ik in het water springen bijvoorbeeld. Laten we dat even testen. Ik zie hier wat water. Kom op. Oh, ja, dat is niet zo diep. Dus dat, ja, dat merk je niet meteen. Ik denk niet dat de stenen armor heel veel doet. Ik heb hier nog meer water. Laten we hier het maar proberen anders. Oh, huh? Huh? Hoezo kwam er een diamond toen ik damage kreeg? Oh, elke keer als ik damage krijg, krijg ik diamonds. Oh my god. Kijk dan. Wat krijg ik nu? Een emerald. Huh? Wacht eens even. Als ik ga minen of zo, wat krijg ik dan? Ligt het eraan omdat ik ging vallen of omdat ik mine? Huh? Ik snap het niet. Wat deed het steen? Ik kreeg letterlijk een diamond toen ik net falling damage kreeg. Oh mijn god, ik weet het. Ik weet het. Laten we dit eens even testen. Hier naar boven bouwen. Koekje eten. We zijn natuurlijk mega zwaar, maar krijgen we dan gewoon letterlijk spullen?
Ja, kijk, ik kreeg gewoon diamonds. En kreeg ik nou wel fall? Ja, ik kreeg wel falling damage. Oké, dat is niet zo best. Oké, laten we hier maar naar beneden gaan. Oh mijn god, we krijgen gewoon diamonds. En we hebben gewoon een iron ingot. Oh, dit is geweldig, dit armor setje. Dat allemaal van het stenen armor setje. Wow. Oké, ja, en we zakken dus mega snel naar de bodem. Want we zijn dus zwaar, want we zijn van steen. Dus dan zijn we ook inmiddels mega zwaar geworden. Maar dat is niet het enige. Ik heb nog veel meer armor setjes voor jullie die ik jullie mega graag wil laten zien. Alleen, daar hebben we wel wat dingen voor nodig en het is hier echt een chaos. Oh my god, dit huisje helemaal vol met boekenkasten. Maar als we die hakken, dan gaat er toch een boekenkast kapot. Ja, dan krijgen we allemaal boeken. Kijk hoor, zo, ik wil de boeken, ik wil de boeken. Wat kan je met de boeken? Kan je daar zelf een boekenkast van maken? Nee toch? Ik bedoel, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Ik heb geen idee. We zien hier wel een kist. Dit is de raarste kist die ik ooit heb gezien. Oké, nou, ik wil wel de buckets. Dank u. Ik wil alle buckets hebben en alle appeltjes. Ik heb een idee. Kunnen we ook armor maken van lava en waterbuckets? Bijvoorbeeld een waterarmor setje. Dat zou toch vet zijn? Oké, kom op. Waar hebben we de buckets? De buckets. En dit is nog steeds mega raar met dat stenen armor setje. Oké, gooi even hier allemaal hout weg. Want dat hebben we natuurlijk niet nodig. Oké, de buckets. We gaan allemaal water pakken. Oké, dan plaatsen we hier een crafting table. En dan doen we zo even alle buckets erin. Het is heel moeilijk anders om het te doen. Oh mijn god. Een water chestplate. Hey, en de buckets zijn weer leeg. Dus kunnen we nu nog iets maken of redden we dat niet? Jawel, we kunnen nog een broekje maken. Kijk, een broekje hebben we nu. Oké, ik wil ook eerst de rest maken voordat ik het ga gebruiken. Kom op, 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 al het water. Oh my god, dit werkt gewoon. Zo, we hebben schoentjes. Maar wat doet dit dan? Wat doet het water armor setje? Zo, en een helmpje hebben we nodig. Oh my god. Oké, deze uit. En dan doen we het water setje aan. Water breathing. Staat op 3 seconden. Oh, wacht, het helmpje nog. Het helmpje nog. Kijk, het helmpje. Oké, laten we het stone setje maar hier neerzetten. Dan doen we het crafting setje hier maar eronder. Zo. We hebben al 2 setjes en dit is het 3e setje. Oh my god. Maar kunnen we nu onder water ademen? Kijk hoe dit eruit ziet trouwens. Best wel apart, dit setje. Maar we gaan het testen. Werkt dit? Oh my god. We kunnen gewoon voor altijd ademen onder water. We kunnen gewoon niet dood hiermee. Kijk dan. We kunnen hier gewoon voor altijd ademen. Dit is echt een geweldig setje. Dit is mega handig. En hij ziet er ook echt mega vet uit. Kijk dan. Dan loop ik daar onder water en dan kan er gewoon niks gebeuren. Er gaan gewoon geen bubbeltjes af. Dus ik kan gewoon oneindig onder water blijven zonder te hoeven ademen boven water. Dit is toch geniaal bedacht? Oh my god. Maar ik ben ook heel benieuwd of we iets kunnen maken ergens anders van. Bijvoorbeeld van, ja, de vorige keer hebben we natuurlijk dirt gehad, TNT, emeralds, hout. Dus ik wil een keer andere dingen proberen. We hebben nu tot nu toe crafting tables gehad, steen, want dat hadden we ook nog niet. We hebben water armor setje gehad, die er echt mega vet uitziet. Maar ik wil ook een ander armor setje proberen. Ik wil bijvoorbeeld lava, kijken of dat lukt. Ik wil een, wat is nog meer vet om te doen? We kunnen boekenkasten proberen. Ik zag hier in het huis boekenkasten, maar dan hebben we wel natuurlijk, ja, alle boekenkasten nodig. En zie die waar is te krijgen. Even kijken hoor. Even kijken, waar zitten we in? Welk gebied? Kunnen we misschien even kijken wat we allemaal kunnen maken? Ik zie hier helemaal niks. Oh my god, daar in de verte zit lava. Oké, ik heb een idee, ik heb een idee, ik heb een idee. Het water gaat lekker weg, zodat we niet nodig. Die koekjes eten we wel. We hebben echt hartjes erbij nodig. Oké, we moeten even alle lava of alle waterbuckets moeten we even hier verzamelen en even leeg gooien. Dan kunnen we zometeen de lava in doen die daar verderop zit. Kijk, er zit daar lava. Dat is toch geniaal? Misschien kunnen we zelfs lava armor, lava armor maken. Wow, kom op, kom op. Als dit werkt. Ik ben ook heel benieuwd wat de lava armor zou doen als het werkt. Oké, deze buckets moeten nog leeg. Dan hebben we in ieder geval sneller buckets, maar niet bij de lava, want dan gaat de lava weg. Zo, en hier. Kijk, gaan we hier naartoe. En dan moeten we niet in de lava vallen. Oké, kijk eens aan. Zo. Oké, we moeten gewoon alle buckets volgooien. Oké, ik ben benieuwd of dit wel genoeg lava... Oh nee! Oh, mijn inventory zit vol. Oké, pas op, Dennis. Pas op. Oké, een chestplate als eerst. Oh, laten we gewoon dit allemaal erin doen. Het werkt. We hebben een lava chestplate. Wow! Oké, we hebben er nog 4 over. Oké, dan maken we alvast schoentjes. Oh, dit hebben we niet nodig. Zo, zo, zo en zo. Schoentjes. Lava chest... Lava boots. Oh my god. Het is geniaal. Oké, nu de rest nog. Oké, kom op. We kunnen niet bij alle lava komen. Zie ik. Even kijken. En hij is weer vol. Oké. Zo. Oké, we hebben nu... we hebben de chestplate en we hebben de schoentjes al. Dus we moeten nog het broekje. En dat is de lava leggings. Het enige wat we nu nog nodig hebben is het helmpje. En we hebben letterlijk nu een volledig setje met lava armor. Weet je hoe raar dat is? Dat is echt mega raar. Dat steen hebben we trouwens niet meer nodig. Kijk dan. Oké, laten we dragen. Fire resistance staat er. Oh my god. Wow. Deze is echt mega...
Wow, wow. We worden helemaal achtervolgd met vuur. Kijk dan, ik sta in de brand, ik sta in de brand. Maar ik krijg geen damage. Wat gebeurt als ik mijn eten erin gooi? Moet ik dan koken? Oh, nee, dat werkt niet. Wow, dit is zo vet. Maar wacht, kunnen we hiermee letterlijk in de lava staan? Kijk hoe raar dit eruit ziet trouwens. Dit is toch raar? Alles waar ik loop, gaat in de brand. Maar nu de vraag, fire resistance staat erop. Kunnen we in de lava lopen? Oh my god, we kunnen letterlijk in de lava lopen. Met dit armor setje. Oh, wow, dit is geniaal. We kunnen gewoon nooit meer doodgaan door de lava. Weet je hoe makkelijk en handig dit is met het minen? Kan er gewoon niks meer overkomen hierdoor. Oh my god. Dit is zo vet. Dit is echt vet. Oké, laten we weer teruggaan naar het stadje. Want er valt nog veel meer te testen. Want dat is niet het laatste armor setje wat ik voor jullie heb. Want ik heb er nog twee. En die zijn nog veel vetter dan deze. Want je dacht dat deze vet was? Wacht maar totdat je de andere twee ziet. Oké, we moeten wel even het armor setje uitdoen. Anders gaat de stad kapot, denk ik. Oké, au. In het water springen. Anders krijgen we wel damage. Want we stonden in de brand. Oké, kom op. Deze kant op. Hier was het stadje toch ergens? Ja. Oké, hier is het stadje. Wat hebben we nog meer allemaal in dit stadje? Even kijken, we gaan even alles verkennen hier. Want er was hier een speciaal huisje, zei iemand hier in het stadje. Maar welk huisje is dat dan? Want daar lagen speciale spullen voor mij. Oh, hier staat een sign. Deze kamer is van de steenleider, niet betreden. Nou meneer, degene die dit bordje heeft opgehangen. Kijk eens wat ik heb. Mijn stenen armor setje. Dus ik denk dat ik wel de steenleider ben in dit geval. Laten we maar naar binnen gaan. Oh, nou, dat is niet zo bijzonder op een kist na. Oh my god. Allemaal boekenkasten. Wow, oké. Kunnen we daar ook setjes mee maken? Ik ben heel benieuwd. Kom op. Ik plaats een boekenkast. Dat is niet zo slim. Ik wou een crafting table plaatsen. Die doen we hier. Crafting table. Boekenkasten. Oh my god. Een bookshelf. Oftewel een boekenkast. Chestplate. Oké, laten we snel meteen de rest gaan maken. Zo. Kijk, de schoentjes erbij. Oh my god. Maar wat doet dit dan voor een armor setje? Oké, laten we deze uitdoen. Natuurlijk die van steen. Die moet wel weer op zijn plek. En laten we dan deze aandoen. En kijken wat het doet. Oké, deze doen we eventjes hier. Zo. Kijk. Wow, we zijn gemaakt van boekenkasten. Kijk dan, dit lijkt er gewoon perfect op. Kijk hoe vet het eruit ziet. Maar er staat niks bij wat het doet. Oké, boekenkasten zijn meestal te gebruiken voor enchanten. Maar dan moeten we eigenlijk een enchanting table hebben. En daarvoor hebben we obsidian nodig. Dus we kunnen wel even een pickaxe gaan maken met de diamonds die we hebben. En dan moeten we op zoek gaan naar obsidian. Oh my god. Nee, dat meen je niet. Wow, letterlijk. Door mijn armor is de pickaxe die ik net heb gemaakt van diamond meteen geenchant met alles level 100. Dit meen je niet. Met silk touched. Oh my god. Dit armor zet je sterk. Dus alles wat ik heb van diamonds wordt gewoon geenchant. Oh my god. Dit is zo vet. Maar dit is het ene laatste armor setje, want ik heb er nog eentje. Alleen daarvoor moeten we naar de Nether. Dus laten we meteen maar even gaan. Oké, we zijn in de Nether aangekomen. En de enige reden waarom ik hier ben is voor mijn laatste armor setje. En die is namelijk van quartz. Oftewel Nether quartz. Deze blokken, die iedereen natuurlijk wel kent, die hebben we nodig. De witte blokken. Want daar krijgen we natuurlijk quartz uiteindelijk van. Dus die moeten we gaan vinden. Even kijken hoor. Hoe krijg je hier ook alweer? Vier van die dingen is toch quartz, dacht ik. Deze hebben we nodig allemaal. Oh my god. Hiermee. Oh, dit is silk touch. We moeten natuurlijk wel een normale pickaxe uiteindelijk gebruiken. Want als we deze gebruiken. Kijk, dan krijgen we deze dingen. Die hebben we nodig. Maar laten we alles maar even meenemen voor nu. We hebben de 27 nodig volgens mij voor een volledig armor setje. Alleen het is hier zo donker. Ik zie gewoon helemaal niks. Natuurlijk wel met de lava. En kijk trouwens hoe mooi het er hier uitziet. Alleen we moeten quartz hebben. Even kijken. Oh, daar moeten we zeker niet naar beneden springen. Even kijken. We hebben tot nu toe 14 quartz. Als ik natuurlijk ook die andere heb gehakt. Oké, daar zitten er heel veel. Maar dat is een beetje ver weg. Even kijken. Oké, laten we hier naartoe gaan. Ik zie hier er namelijk wel wat. En die kunnen we zeker allemaal meenemen. Dan hebben we misschien al bijna genoeg. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En trouwens, laat ook zeker in de reacties achter welk armor setje jij de volgende keer wil zien als je er eentje niet hebt gezien. Want we hebben er al mega veel gehad, maar er blijven er natuurlijk nog mega veel over. Oké, even kijken. Waar kunnen we nog meer heen? Waar quartz zijn? We kunnen hier wel even kijken, denk ik, aan deze kant. Hallo, zijn hier quartz? We hebben er nu 25. We missen er nog 2. Ik denk als we er nog 2 hebben, dan hebben we precies genoeg voor een armor setje. Oh, hier zitten de bot. Alleen, het is hier wel mega diep. Oké, oppassen. Zo, deze
deze en deze. Laten we dit maar allemaal meenemen. En dan gaan we weer terug naar de normale wereld waar we vandaan kwamen. Want ik vind het in de Nether niet zo prettig hoor. Oké, we zijn weer terug in de village natuurlijk. En nu moeten we het saaie werk doen. En dat is deze blokken moeten we allemaal omzetten naar de normale quartz. Dus ja, ik zie jullie wel als ik dat heb gedaan. Oké, we hebben alle blokken gehad en alle Nether quartz verzameld. En meestal hak je deze blokken natuurlijk voor de XP. Want ik ben nu level 7. Maar dit keer kan je er ook armor van maken zoals je kan zien. En dan maken we een chestplate hiervan. Dit hebben we allemaal trouwens eventjes niet nodig. Dus dat kunnen we allemaal weggooien. Dan hebben we een volledig setje gemaakt van Nether quartz. Oké, deze spullen kunnen we allemaal even wegdoen. En de Nether quartz die heeft natuurlijk ook een speciaal effect. Want met deze quartz kan je uiteindelijk... Oh, deze doen we even uit. Zo, en met de Nether quartz krijg je letterlijk oneindig XP. Kijk nou, ik heb een Nether quartz armor setje aan. Het ziet er best wel standaard uit, maar als je goed kijkt, we krijgen de hele tijd XP. Waar we ook maar heen gaan, continu krijgen we XP. Zo zijn we makkelijk level 30. En ik vind dat dit echt een geniaal armor setje is om natuurlijk te gebruiken. Niet alleen hebben we dat, we hebben ook nog eens night vision. Dus je kan extra goed zien bijvoorbeeld in de Nether. En dat is natuurlijk echt mega handig met dit armor setje. Dus in deze video hebben we totaal 6 armor setjes gehad natuurlijk. En dat zijn al deze armor setjes. En ik zal ze nog één keer langs gaan. Namelijk de stone set, oftewel het stenen setje. De crafting table set. Een water setje. Een lava armor setje. Een bookshelf natuurlijk. Van de boekenkasten en de quartz. En mijn favoriet is denk ik toch echt wel de quartz en de lava armor. Waarbij je dus letterlijk in de brand staat. Dit is alweer het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen op deze video. En dan check ik jullie bij de volgende video weer. Later.